waarom vind je Mondriaan mooi? Nou, hij doet het gewoon heel simpel en niet of zo veel te moeilijk. Gewoon heel simpel, daar hou ik van. Ja. En hou je dan van zijn abstracte werk of meer van, want hij heeft natuurlijk ook heel figuratief werk gemaakt. Abstract hou ik ervan. Ja? Waarom hou je altijd meer van abstract? Nee, maar sinds ik die schilderij zie, vind ik het wel mooi. Ja, wat vond je speciaal mooi? Ik vind Mondriaan mooi, omdat het vooral blokjes zijn en het heeft heel veel kleur. En ze zijn toch allemaal anders, ook al zijn, lijken ze toch allemaal zeg maar, ongeveer hetzelfde. Ja. Want ze hebben dezelfde basiskleuren en dat soort dingen. Heb je nog een andere schilder die je mooi vindt? Rembrandt van Rijn, want die kan heel goed echt precies schilderen hoe het zeg maar is. Wat vind je van Gogh? Ook heel goed. En jij, ken jij Van Gogh? Ja. En wat vind je ervan? Ik vond zijn schilderij ook wel mooi. Alleen het komt wel raar dat hij opeens een woorden of heeft gehad. Alleen de ogen zijn moeilijk. Maar doe je dat vaker? Thuis wel, ja. Dus je bent er wel goed in? Je weet hoe je het moet doen? Ik weet wel hoe ik het doe, maar niet goed. Ik maak het zelf. Eerst maak ik meestal mijn haar en dan maak ik mijn gezicht. En dan begin ik ook een klein beetje met mijn lichaam. En dan kleur ik het een beetje in. En dan maak ik het de kleren erbij en dan bedenk ik nog een achtergrond erbij en dan kijk ik nog wat ik er nog meer bij kan doen. De kinderen op school vinden mij heel goed in tekenen. En wil je ook wat mee gaan doen? Wil je kunstenaar worden? Ja? En wat ga je dan doen als kunstenaar? Schilderij maken.